Nooit gedacht dat ik met de Pikmin in een douche zou verschijnen. Joepie! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij naar de, ik hoop dat ik het goed zeg, de Distant Spring. Ik hoop dat dat echt de naam is. En bij de Distant Spring hebben we het een en ander hebben we al gedaan. Hebben we een cave geopend, hebben we twee treasures al gevonden en we waren bijna op het einde van de dag. Dus dacht ik van kom, laten we eventjes een cave ingaan. Nou, toen zijn we dus hier terecht gekomen en heb ik de aflevering afgesloten. Dus daarom gaan we nu gewoon verder hier in de shower room. Oké, we hebben stroomhazards. Daar ben ik eigenlijk geen grote fan van. Overal vallen nou van die water... zullen in de toekomst zullen ze dat... stenen! Oké, het zijn niet alleen maar visjes die vallen. Het zijn ook nog eens een keer de stenen die vallen. Verdorie. Dus dan mogen we weer heel erg veel in paniek raken waar ik geen zin in heb. Oké. Ik wil mijn attack squad wil ik ook bij me hebben. Aangezien dat de stroom nou weg is en ik zie daar wat water schieten. Wallywalk! Nee! Wallywalk, ik heb zo'n hekel aan je dat ik eerst je zoon of dokter of wat het dan ook is, dat ik die eerst even ga killen. Ja? Problemen mee? Jammer! Je hebt een blauwe gekild. Oké, dus we hebben daar waterspuwers, oftewel watery, blowhawk, geloof ik dat ze... Oh boy. Vallen er hier ook stenen? Ja, er vallen hier ook stenen. Oké, we gaan eerst even met jou beginnen. Jammer, hè? Oké, we willen echt ons team heel goed bij elkaar houden. Het dodelijkste wat hier nou tussen zit, is juist die Wallywalk die daar staat. Dus die wil ik eigenlijk als eerste aanvallen, want als ik hem aangevallen, dan valt hij ons aan. Dat weet ik zeker. Oh ja hoor, daar is hij al. Kan er nou niet even zo'n steen op jullie vallen? Spring eens even deze kant op, jongen. Hè? Ja. Oké, en dan spruit we heel wat op een paas, hou op, ja! Oké. Pas op, hij gaat water schieten. Hij gaat water schieten. Water erop. Oh, hij is gezond. Nog beter. Hij gaat geen water schieten. Hij gaat wel water... Ja, tot ze een waterbubbeltje om zich heen krijgen. Dat is best wel gemeen eigenlijk. Gemeen. Oké, nou we maken heel eventjes hier deze Pikmin nuttig. Nog eventjes die beest aan te vallen. Dan zien we hier onze eerste treasure liggen. Daar ligt een vuurding voor geen reden. Oké, maakt niet zoveel uit. Is het eigenlijk nou de enigste treasure die we hier hebben? Oké, dan pakken we eventjes het rode team. Aangezien dat daar een vuurgeizer staat. Een beetje voorzichtig wezen. Oh, het is een bakpan! Waarom ook niet? Oké, Olimaya gaat heel even weer op onderzoek uit. Of we hier nog iets meer kunnen vinden. Is hier nog iets? Nee. Nou, heel erg veel zand. We hebben daar de interest. Volgens mij zit maar hier één treasure. Dus dat wil zeggen dat we dadelijk misschien nog op 14 vloer zitten. Als iedere treasure maar, of elke vloer maar één treasure heeft. Tenminste, zit hier nog iets verborgen? Boogstroom. Een koekenpan die gebroken is. Zijn hendel is kapot. 90 poko's. Wil je bakken? Dat is dan pech. Deze mist een hendel. Divine cooking tool. Hij is kapot. Sorry, kan niet gebruikt worden. Misschien kun je hem om laten smelten voor ijzer en daar dan de poko's vandaan halen. Ik wil. Ik bedoel, zo deden wij dat in onze tijd. Daar hebben we hier alle treasures gevonden, dus laten we gewoon dieper duiken. Ja, zo deden wij dat vroeger. Ik bedoel, iets wat je niet kon gebruiken, hè. Recyclen die hap. Maar moet ik wel zeggen dat recyclen hartstikke goed is en hartstikke handig. En ja, sorry, als ik zo praat, dan horen jullie me bijna niet. Want dan draai ik weg van de microfoon en dan horen jullie me bijna. Oké. Ah, shower room. Echt serieus, hè. De douchekamer. De douche. Deze dungeon, ik vind het een douche. Oké, ik zie al poison. Oh, en ik zie een hele vervelende vijand. Daar ben ik geen liefhebber van. Luister eens hier. Dit is onze safe zone. We willen hier heel rustig even kunnen organiseren. Hoe dat we hier alles gaan pakken. Wil jij meekomen? Wil je meekomen? Je hoeft niet op hem te blijven zitten als je dood is, hè? Dit is nog een beetje creepy. Oh, wij kunnen die Pikmin toch leuk zingen. Oké, ik zie heel veel poison hazards. Dus ik denk dat we een wit team hier wel eventjes meenemen. En het attack team, ja, dat is sowieso altijd het paarse team. Die vind ik gewoon het fijnst om aan te vallen. Dus laten we wel eventjes hier sorteren. Even allemaal groep bij groep, kleur bij kleur. Hartstikke leuk. Oké, dan nemen we Olimar. Die neemt heel eventjes de witte pik mee om eventjes die hazards hier even aan te... Oké, ik dacht heel even dat ik daar een vijand zag, maar gelukkig niet. Oké, deze mag heel eventjes weg. Ik zie dat er heel veel... Oeh, waar is dat daar? Nou ja, eerst eventjes die poisons even weghalen. Waar is dat daar? Oh, daar ligt iets te slapen.
Dat vind ik creepy als daar iets ligt te slapen. Je staat eigenlijk best wel in de weg voor die poison trap, dus ik ga gewoon de witte pikmin daarop gebruiken. Nou hebben de witte pikmin wel een voordeel. Op het moment dat de witte pikmin opgegeten wordt, dat ik dit nog niet heb uitgelegd, dat snap ik nog steeds niet, mijn excuus daarvoor. Maar op het moment dat de witte pikmin opgegeten wordt, hoef je dus geen zorgen te maken. Of ja, moet je wel zorgen maken, want hey, het is een witte pikmin die je kwijtraakt. Maar die zou dan automatisch de vijand die de pikmin zeg maar opeet, die zou automatisch vergeten. Ja, nee. Dat is gemeen. Oké, we willen de Zeepie! Oké, dit is geniaal. Oh, nieuwe vijand. Daar wil ik eigenlijk mijn aanvalsteam voor meenemen. Oké, mag ik eventjes, weet je wat? Pak eerst even deze. Even allemaal bij elkaar. Ik mis er één. Wie is de luiwammes? We hebben een paar paarsen bij ons, geen wonder. Oh, stoute ik. We hebben zeep gevonden! Dat is het volgende, een handdoek. Sorry, die grap moet even gemaakt worden. Oh, we hebben de zeep gevonden. Wat hilarisch. Oké, nou, ik wil eventjes deze alvast aan die muur laten werken. Mocht er iets achter zitten. Hopelijk gaan ze niet automatisch ergens heen. En blijven ze hier gewoon staan. Dat zou ik wel erg fijn vinden. En dan gaan we dus het basisteam even pakken. En dan gaan we dus daarmee even aanvallen. En dan gebruiken we die witte heel eventjes om te kijken of er nog wat poison traps zijn. Of om die zeep misschien mee te nemen. Ik wil zeker die zeep meenemen. Zeep voor de collectie. Oké, nou, dit is dus de jellyfish. De jellyfish die valt aan door pikmin op te zuigen. En die zal heel erg traag zal die pikmin dan eigenlijk dus zeg maar gaan killen. De pikmin die heeft opgezogen, volgens mij heb je 30 seconden of zo de tijd. Voordat hij de pikmin dus zeg maar totdat hij niet kan vertellen. Oké, dit is dangerous. Oh boy, dit is heel dangerous. Niet wakker worden. Niet wakker wordt van die toeter. Ik vind het knap. Oké. Aanvallen! We willen de zeep! Oké, goed zo. Zelfs als je dood is, heeft hij zijn ogen nog half open. Dat is creepy. Oké, nou. We willen de zeep. Dat was too close for comfort. Nou ja, we zijn daar geen pikmin kwijtgeraakt. Dat is alleen maar gunstig. Oké, naar 20. Dat is alleen maar gunstig. Nu jullie alvast terug naar basis en... Oh, kijk, dat is ook nog eens een keer gunstig. Want wij hebben inderdaad een paar liefden nog tussen zitten. Dus op het moment dat we dat eventjes kunnen corrigeren, daar ben ik heel erg blij mee. Waarom heb ik zo'n gevoel dat ik hier nou een paar mis? Ben ik nou met het andere team meegegaan? Nee, toch? Oh, jongens, mijn neus die is echt... Is het heus? Ik heb last van mijn neus. Nou, volgens mij is het enigste item weer... Zeep! Zelda Player 20. Maakt me niet uit hoe dat ze het noemen. Zeg maar Zelda Player 20. Je ziet er wel, staat er boven gewoon in beeld. Zelda Player 20. Sun Generator. Nee. Niks. Niks schuimgenerator. Oké, ligt hier nog een treasure? Oké. Maakt niet echt uit tot er een paar Pikmin hier laten liggen. Volgens mij. Voorzichtig. Gaat hier iets vallen, hè? Oh boy. Ik ben bang. Volgens mij ligt hier iets om begraven. Nee. Zit wel dicht daar in de... Oh, kijk, een batterij. Batterij! Zeep en batterij. Alsof het spel het wist. Zeepie die maakt reference naar een batterij in Mario Galaxy. Geloof ik dat de batterijgrap begon. Toen zijn we nog bij Skyward Sword. Hebben we nog een batterijgrap gehad. En nou heb je in Pikmin 2 een stuk zeep met een batterij erbij. Dit kan geen toeval zijn. Dat kan gewoon niet. Oké, nou, we hebben in ieder geval de zeep en de batterij. We hebben in het begin van het spel ook een batterij gevonden. Maar nou hebben we dus een andere batterij. Wat is dat dan hier? Zo'n D-batterij, geloof ik. Want je hebt penlight, je hebt D, je hebt C. Het is een batterij. Durable energy. Ik denk dat dit een C-batterij is. Ik bedoel, D die zijn wat dikker de deur. Dus ik denk dat dit een... zou best kunnen. Ik weet niet. Oké, nou, we hebben alle treasures hier weer gevonden. Dus laten we doorgaan naar de volgende plek. Ik vind deze vloeving nou al geweldig. Ik bedoel, we hebben zeep gevonden. Dus van alle materialen die we hadden kunnen vinden, vind ik op zijn minst ook wat dat we een handdoek moeten vinden. Op zijn minst. Of een lava container, weet ik veel. Oh boy, gelijk dicht bij een vijand. Dit is vervelend. Ja, sorry als ik een beetje snif, jongens. Mijn ex... Ze is daar boven. Nee, jij ziet ons niet. Je bent blind. Oké, ik wil gelijk mijn paarse team heel eventjes hebben.
Die vijanden die hebben we volgens mij al eerder gezien in een dungeon. En die zijn vervelend, die zijn gemeen. Want die beesten, daar wil je dus wachten tot ze dus naar je toe dashen. Komt-ie? Ja, hij komt. Hij komt. En wij vallen dan aan. En dan komt hij niet meer thuis, want wij gaan hem in elkaar slaan. Met paarse Pikmin, ik zie daar een duppel, ja. We gooien onze Pikmin en rennen dan weer weg, want er komt ook nog eens een kwal bij. Ik hou niet van kwallen. Hi. Nou, doe jij zelf eventjes... Jij doet niet je zuige animatie? Nou prima, dan ga ik gewoon Pikmin op je gooien. Ja, dan ga ik gewoon Pikmin op je gooien. Ja. Oh, je hebt een paarse Pikmin in je, daar ben ik het niet mee eens. Loslaten. Nou weet ik dat je daar beter gele Pikmin of zo voor zou kunnen gebruiken. Of andere Pikmin, omdat je die hoger zou kunnen gooien. En dat de dash aanval niet echt zo goed werkt als dat we dat gezien hebben. Zo, twee traces hier. En daar ben je daar. Oké, we gaan gewoon heel eventjes Pikmin hier eventjes opgooien. Oh, die grote komt eraan. Hij heeft de Pikmin binnen. Oké, we gaan gewoon ons hele team er even bij pakken. Oh, heeft hij geen paarse? Jawel, hij heeft wel een paarse. Oké, potion erop. Gewoon gooien. Oh, hij heeft een kapitein. Laat me los. Val aan. Gewoon aan blijven vallen, jongens. We moeten die paarse redden. Oh, boy. Nou, die paarse heeft het ook nog overleefd. Goed zo, die potion effecten zijn nog steeds bezig. Dus gewoon klik maar nog op blijven gooien. Het is de eerste keer dat ik mijn hele team gewoon gebruik. Want deze zijn heel erg langzaam met Pikmin te killen. Gelukkig maar. En ik heb ook geen zin om Pikmin kwijt te raken. Dus gewoon aanvallen. Oké, potion effect is uitgewerkt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Moet je kijken, joh. Mijn excuses. Goed. Oh, die had ook nog een treasure in zich. We hebben hier gewoon... Ik mis die Pikmin. We hebben gewoon... Oké, nou we hebben hier drie treasures liggen. Weet je wel, gaan we hier al eventjes een squad even opgooien. En gooi hier even wat Pikmin op. Is dat genoeg? Ja, is genoeg. Oké, dan gaan we hier even wat Pikmin opgooien. Maakt niet uit welke kleur dat we pakken. Nou was er een vraag over de snelheid van de Pikmin. Op het moment dat je dus zeg maar 10 witte erin gooit en een paarse, zou dat dan de snelheid veranderen? Nou, elke Pikmin die heeft dus zeg maar zijn snelheid. Wat is dit? Mirage Stage. Oftewel, dat is zo'n poederdoos. Juist. Elke Pikmin die heeft zeg maar een beetje zeg maar zijn draaksnelheid. En de witte Pikmin die zijn daar het snelste in. Dus als je Pikmin ergens bij gooit en je pakt er dus een paarse Pikmin bij, dat zal het proces niet vertragen. Sterker nog, dat zal het juist eigenlijk een beetje versnellen. Paarse Pikmin daarentegen, die hebben een min speed op het moment dat er andere Pikmin dus zeg maar die boel dragen. Waardoor dat het dus wel is, als er een paarse Pikmin tussen zit, het langzamer zou gaan als dat je alleen maar andere kleur Pikmin zou gaan gebruiken. Dus alle kleuren Pikmin die hebben volgens mij een speed van gewoon normaal 1. Wit heeft er 2. En paars heeft volgens mij min 0,5. Tenminste, uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker. Ik ben geen wandelende Wikipedia. Dus mijn excuses als ik het mis heb. Dank je. Goed, we hebben daar dus nou die muur open gegooid. En oh boy. We hebben hier al 3 treasures gevonden. Dus ik denk dat we hier eigenlijk alles al hebben gevonden. Ach, het logo van de benzinepomp. Scrumptious Shell. Het is maar wat je zin hebt. Goed. Ja, we hebben hier alle treasures gevonden. Nou denk ik dat de einde, of de uitgang van deze cave achter die muur zit. Tenminste, ga ik al even kijken. Ja, daar zit hij zeker. Kom in, dungeon weer raag. Volgens mij doet hij weer een beetje... Ja hoor. Tevreden? Mooi. Ja, over mijn nunchuck. Ik ben er een beetje achter gekomen. Mijn kabel is aan het begeven. Ik heb deze nunchuck deze nunchuck die heb ik dus zeg maar al 10 jaar of zo. En dit is voor de eerste keer dat hij het eigenlijk een beetje aan het begeven is. Dus ik moet binnenkort een nieuwe nunchuck halen, ben ik bang. Oké, nou we pakken heel eventjes ons aanvalsteam. Ik vind het heel leuk dat de rode mee wil helpen, maar dat doen we even niet. Want ik zie daar een waterdappel. Dus die gaan wij heel eventjes... Heel mooi. Nou hoop ik niet dat er hier nog wat stenen gaan vallen. Ik hoop niet. Oké, jullie kunnen daarmee gaan helpen. En jullie gaan ook maar die kant even op. Even meehelpen. Hop. Maar weet je, tot paars heel erg hard kunnen we. Ja, hier moet je kijken.
Nou is het wel zo dat ondergrondse muren en obstakels sneller naar beneden worden gehaald als bovengrondse, zoals we al gemerkt hebben. Nou, we hebben hier alles gehaald, dus laten we gewoon nog eventjes doorgaan naar de volgende. We zitten pas 15 minuten, we kunnen er nog wel eentje doen. In dezelfde player, vorige keer hadden we ook 15 minuten en toen zei je van we gaan naar de volgende aflevering. Ja, maar dat was een bovengronds avontuur, dan ga je naar een dungeon toe. Het is een beetje het plannen van hoe gaan we het aanpakken. Ik bedoel, serieus, 4. 4 is een mooi getal, weet ik wel waarom. Oké, volgens mij zijn we niet meer in de douche. Volgens mij zijn we nou in de zandbak. Of in de riolering. Oké, dus het zag eruit als een heel groot rondje. Oké, we hebben wel treasures. We zijn in de waterleiding volgens mij terechtgekomen. Nou ja, gelukkig niet meer water, anders zouden de Pikmin het niet overleven. Ik vind dat deuntje wel zo leuk. Oké, nou in ieder geval, daar is de uitgang. Dus ik denk dat we hierheen moeten. Oh! Kijk, daar is nog eens een keer interessant. Oké, eventjes, misschien kunnen we er een potion uithalen. Gewoon zoveel mogelijk killen, gewoon zoveel mogelijk killen. Misschien kunnen we er een potion eruit halen. Dat is het voordeel van vlinders. Vlinders hebben dus de kracht... Nee, jullie gaan niet terug naar basis. Nee, jullie nemen niks mee terug. Dan stinken jullie niet meer terug. Jullie hebben het toch mee teruggenomen. Nou, welke kleur is dat? Wit. Oh, dat valt wel mee. Goed. Nou, denk ik... En dat weet ik bijna zeker. Weet je wat? Ik wil heel eventjes mijn paarse bij hebben. Want ik dacht dat er hier heel erg veel flint beetles zouden zijn. Deze planten kennen we ondertussen wel. Niet dat we hem nou nodig hebben. Dus dat vind ik eigenlijk best wel fijn. Volgens mij zaten hier flint beetles. Is dat water? Het ziet eruit als water. Oké, dit is om diep water. Oké, ik wil heel even mijn andere team er toch even bij hebben. Hebben ze trouwens nog een potion gedropt, of niet? Nee, tuurlijk niet. Waarom sta jij hierachter? Jij hoort bij het andere team te zijn. Uri. Zeker weer Benny, of Harry, of Kees. Nee, Kees. Hadden we nog Kevin genoemd? Ik weet niet meer. Ik in namen, gaat goed hè. Oké, nou in ieder geval, daar ligt een treasure. Eén Pikmin is daar al voldoende voor. Oké, dan gaan we heel eventjes door naar ons paarse team weer. Ja, laat hem gewoon liggen. Ik vind het wel jammer, op het moment dat je een Pikmin optilt, dat je dan... Ai. Je hebt weer die paarse bij, hè? Dank je. Tadoo! Oké, nou, dan hebben we het hele paarse team. Volgens mij is daar gewoon alleen de uitgang. Om die water, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En volgens mij lag hier nog een treasure. Als het alleen maar een blad is, dan denk ik bij mij van... Wat was de point van deze hele dungeon? Ik bedoel, je krijgt er maar 10 poko's voor. En poko's zijn nou een beetje zinloos, want... Vergeet niet, we zijn ook Louis nog aan het zoeken. Dat blaadje was de hele purpose van dit tolo. Serieus. Serieus, er zit hier geen flint beetle... Er zitten hier geen potions, er zitten hier geen eieren. Alleen maar een kamer met vlindertjes. Wat was de point? Daarnaast zit ook nog een kamer. Ik wil toch heel eventjes hier even kijken. Wat kunnen we hier nog vinden? Oh, kijk nou toch eens. Een gijzer om weer terug naar boven te kunnen. En deze die brengt ons terug naar... het schip. Oké. Zit hier dan nog iets verborgen? Misschien iets van een ei? Oké, deze die was een beetje zinloos. Nou ja, gelukkig is het water ondiep hier. Dan moet ik wel zeggen dat het een beetje schrikachtig is dat je hier inderdaad zou durven te lopen met je Pikmin. Maar goed, ik denk dat ik het wel ga laten bij deze aflevering. Dus bij de volgende aflevering gaan we dus verder in de douche. Of in de riolering, weet ik veel. De douchekamer of de riolering, jullie mogen kiezen. Dus laat je keuze weten in... Nee, heb je het leukste momentje of vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ja, we hebben zeep gevonden. En een batterij. Dat vind ik nog steeds het komische van deze aflevering als je mij vraagt. Maar goed, dat is mijn mening. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering van Pikmin of Terraria. Ligt eraan wat er weer als eerste wordt geüpload. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Doei!